Patrick de Waal uit Tongeren is vanmiddag verkozen tot interim Kamervoorzitter. De Open VLD'er kreeg 86 stemmen achter zijn naam en liet daarbij N-VA'er Siegfried Brakke achter zich. De stemming verliep allesbehalve vlekkeloos. Er waren verschillende stemrondes nodig. Als er een nieuwe federale regering komt, wordt de definitieve Kamervoorzitter aangeduid. Die functie zit mee in de verdeling van de ministerportefeuilles. Maar tot er een nieuwe federale regering is, blijft De Waal dus interim voorzitter. De Waal was al eens voorzitter van de Kamer van december 2008 tot juli 2010.